In de volgende filmpjes kijken we even naar eenvoudige trainingtechnieken. Zijn eerste is inspelen op koersuitbraken met OCO-orders. Nu, inspelen op koersuitbraken. Ik ga even naar het platform zelf. Zo, we hebben hier de euro-dollar. En we zien hier af en toe wel een koersuitbraak rond een specifieke tijdstip. Ik plaats hem even op een half uur grafiek. Zo, en af en toe zie je wel dus een grote uitbraak. Doorgaans is het gerelateerd aan nieuws. De Fed die een speech houdt. Of bijvoorbeeld minder goede resultaten die voor beurs dus ten konden worden gemaakt. Maar die nieuwsfeiten, die weet je doorgaans reeds wat op voorhand dat die zich zullen voordoen. En hoe kan je daarop inspelen? Wel, je weet niet welke richting het zal uitgaan. Zal het nieuws goed zijn, zal het nieuws slecht zijn, maar als de koers in een bepaalde richting gaat, dan wil je als trader wel mee. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen. Je kan werken met OCO-orders. Ik neem even de laatste situatie hier. Dus stel we denken dat de koers in de volgende kwartier of half uur een forse daling of wederom een forse stijging kan maken. Hoe kunnen we daarop inspelen? Wel, dat kan met een OCO-order. En een OCO-order, dat plaatsen we als volgt. Dus ik weet niet welke richting het uitgaat, maar als het stijgt, dan wil ik kopen. Dus ik plaats daar een buy stop. Ik plaats daar een buy stop. Zo, die plaats ik hier. Zo. Dus mocht de koers hoger uitstijgen, dan wil ik kopen. En daar wil ik ook een limit verkoop aan koppelen. Die ik bijvoorbeeld plaats op 1.30. 1.13, zo. En belangrijk, ik vink hier OCO entry aan. Zo, en ik klik op buy. Dus als de koers verder zou stijgen, dan koop ik hier een positie en die wordt daar verkocht. En belangrijk, mijn orders die staan op de server. Nu stel dat de koers zou dalen, tot hier bijvoorbeeld, dan verwacht ik dat die eerder verder daalt en dan wil ik een short positie inleggen. Dus ik leg daar een sell stop in. Sell stop. Die ik bijvoorbeeld hier plaats. En winst nemen doe ik bijvoorbeeld hier. En ook hier vink ik OCO aan en ik bevestig. Zo. Dan zien we hier feitelijk een vork. En als de koers nu uitbreekt uit deze vork, wel dan koop ik hier, verkoop ik daar. Breekt die neerwaarts uit de vork, dan verkoop ik hier en koop ik hierin. Nu als één van de twee orders, één van de twee blauwe orders geraakt wordt, dan wordt het andere order geannuleerd. Dus het is een eenvoudige trainingtechniek waarmee je kan inspelen op grotere bewegingen omwille van nieuws, feiten, economisch nieuws of bijvoorbeeld resultaten die verkondigd werden op de beurs, iets voor de beurs en die een impact hebben dus als de beurs overgaat. Dus een heel eenvoudige trainingtechniek waar we niet proberen te voorspellen waar de koers naartoe gaat, maar als de koers in een richting gaat, dat we dan effectief meegaan. Nu, ik ga even simuleren dat we wat dichter komen. Dus ik plaats hier het order quasi ertegen. Dan zullen we zien dat het uitgevoerd wordt. En dan zal u zien dat het andere order verdwijnt. Zo, het andere order is weg. En we zitten nu wel degelijk short op die euro-dollar. Dus op die manier kan je inspelen op nieuws. Zo, we sluiten even de positie. Dus dit is een manier om in te spelen op koersuitbraken.